Bent u een drinker? Nee. Breda Nu. Je weet het meteen. Welkom bij Dilemma van de Week, het nieuwe programma van Breda Nu, waarin ik wekelijks een vreemd dilemma voorleg aan de inwoners van Breda. Met deze week het dilemma: je moet de rest van je leven in elke sloot springen die je ziet. Of voor elk glas alcohol dat je drinkt, krijg je één nacht met de kater voor terug. Allebei hartstikke kloten natuurlijk, dus we gaan kijken wat de inwoners van Breda kiezen. Ik kies deze. Voor elke dag een glas alcohol. En waarom? Kater. Omdat ik nooit drink. Dus nou, dan liever elke dag een kater. Je drinkt nooit. Dus je gaat nooit naar een feestje, drinkt nooit een glaasje wijn of wat dan ook? Jawel, maar nooit echt. Heb je een vriend of zo? Doe normaal. Ga ik ook voor de kater, ja. Jij bent nog 16, dus... Ja, nou oh, dus voor jou zou het geen probleem moeten zijn, hè? Ja, tegen die tijd. Staan paracetamol toch? Dat is prima. Kater, denk ik. Dus elk glas dat je drinkt, een dag kater die je krijgt. Waarom? Oh, dat is moeilijk. Ik heb geen idee. Omdat elke sloot, dat zijn er best wel veel. Dus ik ga niet in elke sloot springen. Bent u een drinker? Nee. Thuis drink ik graag een glaasje wijn, maar met de auto nooit. Nee. Nee. Dus stel, u drinkt graag een glaasje wijn. Dus als u één glaasje wijn drinkt, heeft u de volgende dag een kater. Dat hoort bij de deal. Of zou u dan toch liever in elke sloot springen die u tegenkomt? En dan thuis weer even omkleden? Of... Ja, in de sloot springen. Dat lijkt me prettig in de natuur. Ja, ja. Natuurlijk. Inderdaad, ja. Winter, zomer, ja, dan moet je erbij pakken natuurlijk. Voor elk glas alcohol dat je drinkt, krijg je er één dag met de kater voor terug. En waarom de keuze voor dit dilemma? Nou, als je dan te veel drinkt, dan denk je bij eigenlijk wel naar van joh, ga ik daar nog wel meer doen? Ja, dan zou ik iets minder drinken en daar een soort balans in proberen te vinden. Want wat zou een goede balans zijn dan? Ja, een glaasje of vier of zo. Maar een dag met een kater is toch gewoon helemaal... Ja, maar een kater betekent ook niet gelijk dat je helemaal niks meer kan. Hoe zijn katers bij jou dan? Ja, de katers zijn meestal iets minder eten en een beetje rustig aan doen. Breda Nu. Je weet het meteen.